De gemiddelde verkoopprijs van suiker in de EU bereikte het hoogste punt sinds september 2018 en dat betekent dat de prijs al op het hoogste punt staat sinds een jaar tijd. Ook internationaal gezien stijgen de suikerprijzen en daar gaan we het deze suikermarktupdate over hebben. De suikernotering op de Liffet termijnmarkt in Londen steeg sinds november stevig. Dat is ook te zien op de grafiek hier naast mij. Ook de gemiddelde verkoopprijs van suikerproducenten in Europa steeg stevig met 8 euro tot 328 euro per ton. Maar waarom is de suikerprijs zo hard gestegen? Belangrijkste reden daarvoor is dat er in 2019-2020 een klein tekort komt op de suikerbalans. En daarvoor is de belangrijkste reden weer dat er een recordverbruik van suiker zal zijn. Er wordt naar verwachting van het Amerikaanse landbouwministerie ruim 175 miljoen ton suiker geconsumeerd, terwijl de productie 174 miljoen ton is. Behalve het recordverbruik is ook de productie kleiner. Dat komt met name doordat India een kleiner areaal en ook kleinere opbrengsten heeft van suikerriet. Ook de andere grote producent ter wereld, Brazilië, produceert minder suiker dit jaar omdat er een groot deel in de ethanolindustrie gaat. De derde producent ter wereld, de EU, produceert wel iets meer suiker dan vorig jaar dit seizoen, maar ja, dat was ook een seizoen waarin het extreem droog was. Ook de bietenproductie in de VS is fors minder. Een deel van de bieten wordt daar niet afgenomen omdat de bieten bevroren zijn of niet oogstbaar. De oogst valt volgens het Amerikaanse Landbouwministerie maar liefst 12% lager uit. En daardoor is de oogst het laagst sinds 1960. Niet voor niets verhoogde de VS. De importlimieten op suiker uit Mexico. Hoewel de suikerprijs in de EU stijgt, blijft de suikerprijs in de EU wel afhankelijk van de wereldwijde suikermarkt. En dat blijkt ook uit de export- en importcijfers van de Europese Commissie. De import is namelijk met 600.000 ton gestegen naar 1,9 miljoen ton. De export die halveerde daarentegen juist. Ruim zelfs, want dit seizoen exporteerde de EU. 1,6 miljoen ton en vorig seizoen was dat nog 3,4 miljoen ton. Dat komt omdat suiker op de wereldmarkt goedkoper is dan de suiker uit de EU. Ook op de wereldmarkt stijgt de suikerprijs echter stevig. We zagen al op de eerder genoemde live termijnmarkt in Londen dat de prijs met 30 euro steeg naar 350 euro per ton. En dat kan alleen maar positief zijn voor de bietenprijs.